indruk dat jij het minste zenuwen had van alle finalisten, is dat zo? Dat zou kunnen, want ik ben totaal niet gespannen altijd als spreekt. En wat is je geheim? Wat is je... Mijn sterkste punt is dus gewoon ontspannenheid en geen zenuwen. En mijn geheim daarvoor is gewoon opperste concentratie. En hoe beter je je voorbereidt, hoe minder zenuwen je hebt. En hoeveel uren studie heb je dan? Twee dingen. Jezus zeg. En was het, omdat je dan helemaal geen zin had, wat vond jij, zeg maar, het grootste verschil tussen jouw optreden zojuist tijdens de halve finale en nu? Mijn grote verschil, ja. Ik probeer gewoon mensen dat zij indruk krijgen. En dat doe ik dan elke keer groter. En dat is gewoon mijn doel, om gewoon het grootste te worden. En gewoon iedereen te laten verbazen van wat kan ik en wat kan mij onderscheiden van anderen. Zo, en heb je ook in ieder geval ook een businessplan gemaakt? Of een SWOT-analyse? Zou kunnen. Nee, maar echt fantastisch. Maar wat is jouw ambitie ten aanzien van het musiceren? Wat wil je in de toekomst gaan doen, mensen? Ja, ik wil een groot pianist worden. Wow. En mijn grootste voorbeeld is Trifonov. Kijk eens. Nou, geef hem een hartelijk applaus.